Nou, ik denk dat, dat mijn carrière van 1966 tot nu toe, dat het wel een droomcarrière is. Dat vind ik zelf in ieder geval wel. Dan zetten we de knop aan en dan gaat hij. Fantastisch, hè? Wim van der Leegte uit Duizel behoort volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes tot de 1000 rijkste personen ter wereld. Gezellige, lopende telmachine. De topman van de VDL-groep staat met $2,1 miljard op plek 894. Van der Leegte is een van de nieuwkomers op de Forbes-lijst van miljardairs. De rijkste man ter wereld is nog steeds Bill Gates, met een vermogen van iets meer dan $79 miljard. Charlène de Carvalho Heineken is met $11,6 miljard op plek 107 de hoogstgenoteerde Nederlander. Mijn geheim, ik heb helemaal geen geheim. Dus dat is mijn geheim misschien. Nou, een heel belangrijke beslissing was in 1977 toen ik meer ben gaan communiceren met de medewerkers. Dus veel diepgaander. Dus ik ging balans uitleggen aan iedereen. En de resultaten, rekening en hoe een uurprijs tot stand komt. En doordat je dat allemaal uitlegt, krijg je op een gegeven moment een team die precies weet hoe een bedrijf in elkaar zit. En dat is een van de sterke dingen geweest. Openheid naar iedereen toe.